Een bloedeloze 0-0? Zullen we hem zo noemen? Sander Fiesje, wat was dit nou eigenlijk voor een wedstrijd hier op bezoek bij Go Ahead? Een bloedeloze 0-0? Zullen we hem zo noemen? Nee, ja, ik denk geen hele hoogstaande pot. Twee teams die wel aardig verdedigden. Verdedigingsorganisatie stonden we beide wel aardig. Ik denk in de eerste helft hun 1-2 momentjes misschien met een schotje en een combinatie waar een beetje gevaar uit kwam. En wij eigenlijk tweede helft een paar aan het eind nog een kopballetje met Zwarts. Die bal nog op de paal met Meijer. Nog 1-2 momentjes in de uitbraak die stop op de 16. En voor de rest, dat was het wel, denk ik. Ik had eigenlijk ook wel het idee van, volgens mij kan Excelsior wel leven met een punt. Volgens mij kan Go Ahead wel leven met een punt. Waren jullie vooral bezig om niet die tegengoal tegen te krijgen? Ja, nou ja, goed. Kijk, we komen natuurlijk ergens vandaan. Compact, een organisatie die staat gewoon beter. En van daaruit willen we gaan voetballen. Eerste helft ook. We weten dat hun best wel inzakte normaal. Dus dat het verdedigend ploegje is. Nou ja, goed, dan gaan wij ons niet uit de tent laten lokken en in het mes lopen. Nou prima, dan gaan we het wel zien. Wij hebben het vertrouwen en het geloof dat we wel sowieso kansen krijgen. Met onze voorhoede, creativiteit, met onze omschakeling. Er waren er niet heel veel. Ja, we hebben wat kleine mogelijkheidjes gehad. Hun zetten verrassend wel een beetje wat meer druk. De eerste helft, maar goed, we dachten wel dat gaan ze geen twee helften volhouden. Nou, dat bleek ook wel, we konden de tweede helft wat makkelijker eronder uit voetballen. Uiteindelijk net te weinig kansen. En aan de bal nog wel een beetje slordig. Dat moet wel beter. En dan gaan we aan werken. Nu ben jij als verdediger natuurlijk altijd bezig om in ieder geval achterin de nul te houden. Dat lukt Excelsior met de beker erbij nu al 4 wedstrijden op rij. Betekent dat nog iets voor jullie dat het voor het eerst sinds jaren weer gebeurt? Of het is toch ook, denk ik, iets voor het vertrouwen wel? Nou, dat is natuurlijk positief en fijn ook. Het is iets waar we hard aan werken. Je wil gewoon niet te veel weggeven vanuit een bepaalde organisatie en van daaruit gaan voetballen. Op dit moment, hè, in de laatste wedstrijden, de laatste 4 wedstrijden, 0 wedstrijd daarvoor, 1 tegendoelpunt. Dus 1 in 5 wedstrijden. Nou, dat ziet er netjes uit. Goed, moet je hard blijven werken om dat zo te houden. Daarbij willen we natuurlijk wel iets beter voetballen nog. Aan de bal nog iets meer gaan brengen. Dat daar moeten we aan werken en daar werken we aan. En dat hebben we wel. Dat heeft misschien nog iets meer met nog iets extra vertrouwen te maken. En wat moet er sowieso verder nog beter wat jou betreft? Sowieso. Ik denk dat we wel iets te slordig zijn. Als we de bal veroveren en sowieso in ons spel hebben we iets te veel slordigheidjes. En daarbij, als we tegen zo'n verdedigende organisatie om echt dan het open te spelen en de goede momenten te vinden, daar kunnen we nog wel denk ik stapjes in maken.